We zijn hier bij het Tuig uit Wilsteren. We hebben even twee vertegenwoordigers, hardwerkende vertegenwoordigers, bij elkaar gezet. Hallo. Hallo. Kunnen jullie kort iets vertellen over deze mooie wagen? Ja, mooi is het sowieso. Dit vandaag met de sprookjes van Grim. Op de wagen worden allerlei sprookjes uitgebeeld. De wolf van zeer rijtjes, een kapje, een duwtje, nou ja, noem maar op. Wat leuk. En achter jullie hebben we boeken staan, de grote boeken, de zondagal op. En de trek is opgebouwd op de goede koers. Oké. Ja, dus zes. Nou, dat belooft wat. Ja. Hey, en wat was het mooiste moment tijdens de afgelopen weken, tijdens het maken van deze mooie wagen? Hebben jullie nog een grappig moment, een blunder of wat dan ook? Of gaat alles gestroomlijnd? Ja, wij maken het blunder. Ik heb een groeiend team. Tuurlijk. Alles in één keer goed. Hey, de stoepsnoer beschreven aan dat jullie nogal bang zijn, hè? Dat jullie beker dit jaar in rook opgaat. Wat is jullie reactie daarop? Hun een grote mond en jullie de daden. Ja. Oké, nou, dat was heel duidelijk. En wat maakt het feest in de Piepenplas zo speciaal? Het is mooi feest van heel Nederland. Van heel Nederland? Ja, dat is mooie woorden, heel goed. En als laatste, Hans Bloor die gaf vorig jaar aan dat saamhorigheid zo belangrijk is. Hè? Wat denken jullie aan bij het woord saamhorigheid? Veel bier drinken in de tent. Met z'n allen met elkaar een wagen. Oké dan. Bedankt en heel veel succes. Goed. Yo. Yo. Piepenplas Wilsteren, altijd gezellig. Hey! En bij de Oud-Spirilipirio's. Jullie hebben een nieuwe naam, hè? Ja, Klaus. Nou, vertel eens. Nou, we weten niet. Meneer, we eten vanaf nu de kolen piepen. De kolen piepen. 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 Met een M. En van waar deze naam? Nou, onze oude naam van een beetje te kinderachtig. Oh. Wij, toere man, hè? Jullie zijn volwassen geworden. We zijn volwassen geworden. En onder knop van de pulsje hebben we dat bedacht. Oké. Okay. De kolen piepen. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja, ook omdat we met kolen buiten werken, kolen piepen. Oké. Okay. Dubbele betekenis. Oh, er zit wel degelijk betekenis achter. Ja. Heel goed. Hey, kan je kort wat vertellen over de wagen? Nou, het is bijna bij de Brabant gehaald. Ja? Van polyester. En het lijkt misschien niet op rupsen, maar we noemen het wel rupsen. Ik zie er wel rupsen in, hoor. Nou, en ook het thema zal zijn krioelen als rupsen, gaan we de Polonaise rupsen. Heb jij dat bedacht? Ja, nu. Nou, wat goed. Nou, heel mooi. Hey, wat was jullie leukste moment tijdens het bouwen van deze wagen? Of tijdens het halen van deze wagen? Tijdens het halen? Ja. Vertel. Want deze stond op een dieplader, een vrachtwagen. Al die poppen, maar in die twee wagen. Met Nick met trek opgehaald. Ja? 5,5 uur in, 5,5 uur terug. Shitje. En, hebben jullie ergens overnacht? Nee. En toen bleef er dus nog één wagen over, met een trekhaak. En net zoals met de Volvo. Dus hij moest daar maar achter. Zo, dus we hebben met een hele wagen achter de Volvo helemaal naar huis gejaagd. En het is allemaal goed gekomen? Ook 3,5 uur. Ja. Jezus. Dus er is heel wat werk al verricht om hem hier te krijgen? Ja, vraag altijd maar naar Nancy, die nu weet ik meer van. Oké, nou, dat zullen we doen. Die van slapen wordt nacht. Ja, is het zo? Oké. Hey, wat maakt het Piepenplasfeest zo speciaal volgens jullie? De gezelligheid. Ja. Ja. Gewoon de mensen, gewoon samen. Want wat ik, als ik denk ik spreek namens de jongens, dan, als ik dan vergelijk met andere feesten, is het vaak veel groter. En veel is altijd wel echt clubby en je kent iedereen. En ja, dat is veel gezelliger dan dat je ergens anders gaat feest vieren waar het veel groter is en allemaal mensen elkaar haast niet thuis zijn. Piepenplas Wilsteren, altijd gezellig! Hier de vertegenwoordigers van de Vlierenleeuws. Hey, en de prins? Prins Thijs van Wilsteren. Hey, helemaal goed. Hey, kan je heel kort iets vertellen over de wagen? Wat wordt dit? Voor moois?
Jos? Ja, wie gaat het doen? Nou, zal ik het doen? Ja. De vierhoekers gaat dit jaar voor het thema boer zoekt vrouw. En we proberen na de optocht onze hooiberg helemaal vol te krijgen met mooie vrouwen, jong of oud. Jos, wat verrassend. Dat gaat vast lukken. Hey, wat was het leukste moment van het maken van deze wagen tot nu toe? Het leukste moment is als die klaar is. Als die klaar is. Hey, en wat maakt het feest in de Pumenplas speciaal? Het is allemaal gezellig. Ja, geweldig. Het is allemaal carnaval. Ja. Mooiste carnaval, hè? Ja. Hey, dan nog een laatste vraag, hè? Hans Bloor die vond vorig jaar het woord saamhorigheid heel belangrijk. Waar denken jullie aan bij saamhorigheid? Saamhorigheid? Maandagavond, denk ik. Dat is onze maandagavond hier. En wat gebeurt er op de maandagavond? Dan zijn we al heel druk met bouwen. Als bouwen klaar is, dan nemen we even een lekker momentje rust. Heel druk met drinken. Dan gaan we even napraten over wat hier in de buurt allemaal gebeurt. Mm-hmm. Dan halen we iedereen even door. Dus, nou, heel goed. En dan kan het later. Ja. Bedankt jongens. Heel veel succes. Ja. Stoepsnoevers, bij de vertegenwoordigers van de Stoepsnoevers en de vrouw van de prins. Hallo, hoe is het om de vrouw van de prins te zijn? Ja, geweldig. Ja? Ja hoor. Ben je trots op me? Jazeker. Ja? Ja. Hebben jullie al een beetje stress zo net voor de carnaval? Nee, valt daar goed mee. Ja? Ja. Heel relaxed. Ja, veel zin aan juist. Nou, hartstikke leuk. Ja. Top. En vorig jaar riepen jullie dat jullie Tuf wilden verslaan in de optocht, hè? Is dat gelukt vorig jaar? Nee. Hoe gaat dat dit jaar? Ja, dit jaar gaan we wel slaan. Gaat dat lukken? Ja. Wat zijn jullie aan het bouwen? Een mooie wagen. Wat was het? Ja. Wat is het thema? Wat is het thema? Het thema is huisje, boompje, beestje. Oké. En heeft dat te maken met jullie prins of niet? Ja, met de prins en met alle stoepsnoevers. Alle stoepsnoevers. Met alle stoepsnoevers. Want die zijn inmiddels allemaal een beetje onder de pannen, begrijp ik? Ja, samen met kindertjes. Nou, leuk. En dit is de hele delegatie of waar is iedereen? De rest is in andere loos waar de andere twee wagens staan, druk aan het werk. Oké. Dus iedereen is wel echt aan de slag? Ja, ze zijn allemaal druk bezig. Nou, goed bezig. Hé, hey, en wat maakt het feest in de Pupenplas zo speciaal? Dat het in de tent is. Dat het in de tent is? Ja. Want? Dat vind ik mooi. Mooi, hè? Mooier dan in de zaaltje of in veel gezellig. Altijd gezellig. Altijd gezellig. Altijd gezellig. Hey, en vorig jaar was het woord saamhorigheid kwam nogal eens te sprake, dankzij Hans Blo. Waaraan denken jullie bij het woord saamhorigheid? Ik denk dat hij. Ja. Samen van maken. Samen een lekker bouwen, daar een beetje drinken. Ja. Okay. Dus jullie hebben er helemaal zin in? Ja, zeker. Nou, top. Bedankt. Succes. Ja. Okay, goed kom. En jij met je prins? Ja. Okay. Nou, ik wil even wat weg. Bijgewerkt. Maar nou, dit kan draaien, zoals jullie zien. De motors moeten er nog onder. We hebben een klein beetje tijd nodig. Wauw. Kijk, de verwachting te groot. Is dit de toekomst van de prins met zijn vrouw? De toekomst van de prins. Ja, over 10 jaar misschien. Oké. <Okay. laughs> Nou, het beestje. Voor als de tekst op slaat. Dit is dit. Dit is een pirlo vogel. Een kwallenpiepen, ja. Wil je? Oh ja, een kwallenpiepen, ja. Nou, en dat is dan de achterkant. Lopen we even naar de voorkant. De kroeg. Er gaan zo'n 20 man in. Altijd gezellig. De tap moet er nog in. En dan komen we hier aan de voorkant. En nu zijn we van plan te gaan trouwen. Kijk, hier nog een kering. Altijd gezellig. Nou, en hiervoor komt de kinderwagen. Die heb je net binnen gezien, de trekker omhoog. En daarvoor komt de muziekwagen. Mooi! En dat wat, ja, eerste plek Vulsteren. Tuf, geen beker. Helaas. Nou, Pieterbaas Vulsteren, altijd gezellig! We zijn hier bij de werkplaats van de Nathalzen. En, tja, de beelden spreken. Van de Gravendijkers. Het stel van Vulsteren staat al klaar. Okay. Saamhorige Hans met zijn José en Martin. Hans, vertel eens even wat in het kort over jullie loopgroep. In het kort?
in Scots. Ja, we hebben een hele leuke loopgroep. Oké. Okay. Weet je? Ja, dat weet ik. Vorig jaar nog, hè? Ah. De Samorigheid. Heel goed. Maar we hebben onze lusjes aangepast. Kijk naar de tekst. Even kijken, je ziet hem in je mond draaien. De tekst. Met carnaval draai je weer deur. Kijk. Dus wie draait deur met de carnaval? Nou, niet alleen met de carnaval. En dat doen we vorig jaar ook al met die deur draaien, maar nog helemaal. Nou, wat leuk. We gaan er weer voor. En heb je dat helemaal zelf in elkaar geknutseld? Ja, helemaal zelf gedaan. Ik vind het fantastisch. Ja, nee, samen, hè. De hele buurt. Heel goed. Ah, de hele buurt. Leuke jongens. Hey, en wat was het leukste moment tijdens het maken van dit spektakel? Nou, die leuke moment hebben we nog niet gehad, maar die komt nog. Oh. Wij doen altijd één keer snet. Dat doen we dan op dat kleine kacheltje. Dan zetten we een hele grote pot snet. Dat doet buurvrouw Rini graag snet kopen. En dan gaan we hier op de tafels klaarzetten. En dan gaan we een middag niet alleen snet eten. Gewoon maar iets onder de kurk weg. En dat is... subliem. Komt helemaal goed. Nou, wat gezellig. En dat is het. Gaaf en top. Nou, gezelligheid en top. Ja, en vorig jaar was inderdaad saamhorigheid jouw belangrijkste leus. Heel ja. Vilsteren heeft het over saamhorig. Nou, heb jij voor dit jaar nog een nieuwe leus? Nou, dat is die leus die hier ook staat. Met carnaval draai je weer deur. Wie draait deur? Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Nu draai je weer deur. Nu draai je weer deur. Echt, nu draai je weer echt deur. Fantastisch. Ja. Hey, en als laatste vraag, hè. Wat maakt het feest in Pietenplas speciaal? Dat is weer, toch weer een oude saamhorigheid. Oude saamhorigheid. Komt toch weer bovendrijven. Dan houden we hem er gewoon in. We houden hem erin. Dankjewel. We gaan er weer voor. Succes, hè? Dankjewel. Oké. Hoi. Pietenplas, Vilsteren, altijd samen horen. Delegatie van de schuimkoppen, jong en oud. En nee, dit zijn geen ruimtewezens. Maar Frank, wat stelt dit voor? Vertel eens. Oh, we hebben een oogje op carnaval. Jullie hebben een oogje op carnaval. Ja. Nou, wat goed bedacht. Ja, denk ik. Kijk maar naar de site, hè. Kijk maar naar de site. Ja, heel goed dat je dat nog even toelicht. Pietenplas.nl schuimkoppen. Kan je dat nog één keer herhalen? Pietenplas.nl schuimkoppen. Heel goed. Ja, en tijdens het bouwen van deze wagen en het maken van de pakken, hebben jullie vast nog wel wat leuke momenten meegemaakt. Wat is het leukste moment van de afgelopen weken? Maanden. Ik heb er wel een, maar die zeg ik niet. Ah, waarom? Nou worden we nieuwsgierig. Nee. Nou, verzin eens wat. Nee, maar goed, jullie hebben het gezellig met z'n allen? Zeker. Ja, oké. Okay. Hey, en wat maakt het feest in de Pieperplas speciaal? De gezelligheid, de saamhorigheid. Hè, om terug te komen van vorig jaar. Nu hoorde ik er ook in constant over saamhorigheid. Maar het klopt wel iets. Ja. Het is wel hartstikke gezellig altijd. En, het is altijd lekker druk. Dus groot feest. Het mooiste feest. Het mooiste feest. Ja. In heel Nederland. Ja, nou, Overijssel, nou daar is het weer. Oké, hey, dankjewel en nog heel veel succes met jullie. Pieperplas, altijd gezellig! Yeah!